Yo kijkers van Is Floske, tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Hier ben ik weer na een week niet uploaden. Wat er gebeurd is, is simpel. Er was een pingwing in mijn huis ingebroken en die had mijn laptop opgegeten. Maar ja, gelukkig hebben ze hem er weer uit kunnen halen, dus verder geen probleem. Dus hier ben ik dan weer op mijn Clash of Clans bij. Het is echt een tijdje geleden en ik zie net maar dat mijn deur nog open staat, dus er komt veel echo. Dus ik ga die even gaan dicht doen. Maar ik kan ook de opname opnieuw beginnen. Dus dan ben ik hier weer. Met de deur dicht, zonder echo normaal gezien, hoop ik toch. Dus ja, er is een Clash of Clans update geweest. En die gaan we nu even bespreken. Ik weet dat jullie, dat de meeste van jullie waarschijnlijk al weten waarover wat er in die update bij is gekomen. Maar ja, ik ga hem toch waken, omdat het anders een video is die gemist wordt op mijn kanaal. Ik heb van elke update tot nu toe een video gemaakt en het zou jammer zijn van deze niet. Waarom heb ik dus 2 weken niet geüpload? Nu even serieus. Mijn opnameprogramma's deden opname. Ik zeg altijd opname, omdat het een opname is. Dus mijn opneemprogramma's deden kut. Waarom? Weet ik niet. Dus Fraps werkt op een of andere manier niet meer. Altijd alles wat ik opnam, dat zei, ja, file gecrashed of zo. Alle andere opneemprogramma's die ik op mijn pc heb, die zijn zo slechte kwaliteit. Ik weet echt niet waarom, ik zou het echt niet weten. Maar dus ik heb even gekeken en ik heb Fraps hopelijk kunnen fixen. Dat is al de 3e keer dat ik het denk en het is eigenlijk al de 4e keer dat ik deze video opneem. Nee, wacht, ik heb het al 4 keer gedaan, dit is de 5e video. Dus ik hoop dat het werkt. Kan zijn dat ik weer zinloos sta te praten. Maar oké, hopelijk niet. Laten we beginnen. Dus verbeterende bliksem, gif, aardbevings en vriespreuken. Oké, okay, nice. Een level 7 bliksemspreuken en 25 nieuwe murendelen zijn toegevoegd aan het status level 10. Wow. Die 25 muren, puur geldverspilling. Ik heb al geen zin om de muren die ik al had te upgraden. Waarom dan nog eigenlijk die andere erbij? Maar toch, je weet nooit, voor sommige mensen is het misschien wel handig. Totale vernietiging is er nu een beslissende factor bij een gelijkspel in klankoorlogen. Dat is best wel handig. Stel je voor, het is 2022 en wij hebben 60% damage en de andere 70%, dan winnen de anderen omdat ze meer procent damage hebben gedaan. Dan aangepaste en sterkere spreuken, die shit boeit niemand. Even kijken naar de spelbalans. Vriespreuken hebben nu ook effect op verdedigende luchtroepen. Dat is best wel handig. Lavahonden kunnen niet langer luchtroepen aanvallen. Dat verwonderde me best veel. Maar ze gaat toch op luchtafweren af, dus wat maakt het eigenlijk uit? Aanvalstroepen raken nu van verder weg in gevecht met verdedigingstroepen. Dat is ook handig. En de divisies Titanen 3 en Titanen 2 kunnen nu een schilder kopen voor een week, van een week. Dus dat is het eigenlijk. Een heel zwakke update naar mijn mening. Eigenlijk totaal niks nieuws. Kijk, dit staat er nu eigenlijk al heel lang binnenkort. Ik sta straks als ik op pensioen ben, staat dat binnenkort er nog verder. Maar oké. Dit is dus de update. Niet zoveel nieuws dat ik jullie kan laten zien eigenlijk op mijn base zelf. Omdat, ja, ik weet niet. Misschien heb ik eigenlijk al bliksemspreuk level 6. Nee, ook nog niet. Dus ik kan niet laten zien hoeveel dat dat level 7 kost. Laten we dan eens gaan kijken naar de beste spelers van de wereld. Dus dit mensen, de muren level 11 zijn veranderd. Toen ik voor het eerst dit zag, was ik er zelf ook redelijk van geschrokken. Omdat ik had level 11 muren, die elektrische muren, verwacht. Maar ja, dat is dus veranderd. Past wel beter bij status level 10. Maar ik vind ze niet mooi. Maar ik vind ze ook eigenlijk niet zo lelijk. Ik hoop dat level 11 muren, dat ze terugkomen als level 12 muren bij status level 11. Bijvoorbeeld status level 11 wordt dan elektrisch. En dan heb je level 12 muren die erbij komen, die ook elektrisch zullen zijn. Dus de oude textures. Dat zou ik heel erg nice vinden. Verder, ja. Ik weet niet. Normale base, hè. Laten we dan teruggaan naar de base. Kan ik iets laten... Kan ik nog even iets vertellen? Laten we even kijken naar naar een aanval gewoon. Dus ik ben een beetje aan het pushen naar champion. Voor de clan. Gewoon even trofeeën pushen. En normaal val ik bijna nooit aan als ik push. Ik weet niet waarom. Nou, ik ga gewoon op defense. Kijk ik hoe hoog ik kan komen. Maar soms zoek ik bijvoorbeeld één aanval. Zoek ik eigenlijk één aanval op. En dan ja... Dan toevallig kan ik dan bijvoorbeeld een keer iemand goeds tegenkomen. Dat ga ik nu even bekijken. Hoppakee, keer 4. En hier had ik dat dan, go wipe, geprobeerd.
Hier kom ik dan met Pekka's en Barbarenkoning in het midden. Dus dat gaat best wel goed. Tot die Inferno-toren daaronder zijn massakracht eigenlijk op de Barbarenkoning zet. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. Massakracht, ik heb geen idee. Maar uiteindelijk is de Barbarenkoning heel snel down. Maar gelukkig hebben we 50% en het stadshuis. Dat levert me dan uiteindelijk... Laten we even kijken hoeveel trofeeën op. Ik probeer er nog wel gewoon extra procent te krijgen. En mijn troepen te droppen. Dat levert ons dan namelijk 11 trofeeën op. Dat heel erg nice is. En nog wat duister. Maar de loot op zich is niet zo goed. Maar we hebben natuurlijk de bonus die er niet bij staat. Dat zouden ze in principe ook nog kunnen adden. Nog één ding dat ik jullie wou vertellen. Is... dit. Ik heb een beetje geamuseerd met de muren. Ik heb zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wacht. Nee, 12 is er nog niet. Maar, dus ik probeer dus tot en met level 11 te doen. En niet level 12, maar tot en met level 11 probeer ik alle muren te doen. Ik heb level 10 en level 11 nog niet, maar dat komt hopelijk binnenkort. Ik heb bijna genoeg elixir om eentje naar level 10 te doen. Maar ja, dan mensen, ik ga hierbij laten de video. Hopelijk heeft mijn opneemprogramma het goed gedaan. Als deze video dus online komt, heeft hij gewerkt. En laat dan zeker even een like achter voor deze nieuwe video. Halen we de 50 likes? Ik denk van wel. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan en dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later mensen.